Ziet u zichzelf al zitten en kleermaker zit voor de lokale bank? Of bent u daar als Nederlander gewoon te nuchter voor? En jagen mag weer en jagers mogen meer. Toch zijn ze niet helemaal blij met de verruiming van de jachtwet. En als je niet meer verder wilt leven, wat heeft 20 jaar discussie over een vrijwillig levenseinde opgeleverd? Dit is In Gelderland Live. Dames en heren, welkom op deze prachtige herfstochtend bij In Gelderland Live. Rien van der Vlies aan tafel, jager en lid van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Ja. Zou u nu niet veel liever lekker op het veld lopen, geweer onder de arm? Nou ja, ik besef me dat het zondag is en het is verboden te jagen in Nederland op zondag. Gelukkig, moet ik daarbij zeggen. Maar ik had wel graag in het veld gelopen nu. Ja, dat wel. Ja. Alleen was het maar met een verrekijker om te zien wat er allemaal loopt in mijn veld. Ja, ja, nou, we gaan er straks over praten. Naast u aan tafel Ton Vink, filosoof en zelfdodingscounselor. De blaadjes vallen van de bomen. Het is herfst. Merkt u dat al in uw praktijk? Nee hoor, de mensen waar ik mee te maken heb, die zijn wat dat betreft minder weersgevoelig. En hebben zelfs de neiging om dit soort zaken uit te stellen tot een moment dat anderen daar minder last van hebben. Tot het voorjaar misschien wel weer. Bijvoorbeeld. We gaan straks praten over de pil van Drion met meneer Vink. Ook aan tafel Christof Jacobs, politicoloog aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. Gisteren zagen we in Nederland een voorzichtig begin van die Occupy-beweging. Protesten tegen het ongebreidelde kapitalisme. Het leek nog een voorzichtig begin. Amsterdam, Den Haag, zelfs in Arnhem en Nijmegen wat oproepen en een verdwaald protestbord. Zijn we Nederlanders een beetje te nuchter voor zo'n beweging? Sowieso zijn jullie erg nuchter. En misschien zijn er gewoon te weinig langdurig werklozen en nog te veel vooruitzichten voor Nederlanders. Nou, laten we even gaan kijken hoe het gisteren in Amsterdam eruit zag. Nee! Nee tegen de macht! Nee tegen het systeem en nee tegen de ongelijkheid. Onze strijd, internationale solidariteit. Onze strijd. Opretten. I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Ja, dat was een duidelijke Nederlander die Engels sprak. Christof Jacobs, politicoloog, ik zei het al. Wat zijn dit voor mensen? Wat is dit voor beweging? Dus wat je ziet is dat het op 14 juni in Amerika is ontstaan vanuit de anti-globaliseringsbeweging. Die het als het ware nog eens een keertje probeert, maar dan op een andere wijze. Zij riepen toen op om op 17 september met 20.000 mensen Wall Street te gaan bezetten. Uiteindelijk zijn er daar 2.000 mensen komen opdagen. Dus ook daar een heel schuchter begin. De mensen die daar staan op Freedom Plaza in Amerika, dat zijn vooral jongeren met een hele hoge studieschuld en die geen werk vinden. Het zijn langdurig werklozen en het zijn ook na verloop van tijd te vakbonden geworden. Er zijn ook veel kunstenaars aanwezig en we zien dat in Nederland ook het jongeren zijn, kunstenaars en de vakbonden natuurlijk veel minder, want die zitten gewoon mee aan de regeringsonderhandelingstafel. Zou het in Nederland zo groot kunnen worden, in Europa, misschien in België, ook wel zo groot kunnen worden als in Amerika? Op bepaalde plekken in Europa is het al groter dan in Amerika. Denk aan Spanje en denk aan Italië. Italië, Rome was het gisteren onrustig, ja, ook absoluut. Bij die demonstraties. Er is ook een enorm potentieel voor deze beweging in een land als Griekenland, Portugal. Dus we zien dat in het zuiden daar enorm veel potentieel is en dat het daar zelfs al groter is dan in Amerika. Maar in het noordelijke en middengedeelte van Europa is duidelijk het potentieel veel beperkter. Hier is het kruidvat ook veel kleiner en veel minder gevaarlijk en explosief. Ja, nou hoor je, hè, mensen protesteren tegen die enorme bonussen, tegen het gedrag van de banken, tegen die kapitalisme. Maar als je het hoort, denk je, het is heel veel ongenoegen, maar het mist nog een beetje echt één duidelijk protestgeluid. Het is heel moeilijk voor politici om hier op in te gaan. Maar het is wel degelijk zo dat er twee belangrijke zaken zijn die altijd naar boven komen. Dat is werkgelegenheid en de ongelijkheid, de economische ongelijkheid. En dat zijn zaken waar politici wel iets mee kunnen doen. Dus er zullen misschien verschillende specifieke zaken voor elke individu meespelen. Maar het is wel zo dat er twee dingen zijn, die werkgelegenheid en die ongelijkheid, die duidelijk naar voren komen als belangrijke issues voor de beweging. Ja, Ton Vink uit Velp, waarom zat u niet op het plein voor de bank? Want u komt toch uit die roerige jaren 60? Ja, nee, ik ben
En wat demonstreren aangaat, een volstrekte individualist. Ik heb nog nooit in een demonstratie meegelopen. En ik ben bang dat dat ook niet gaat gebeuren. Maar ik sympathiseer wel met het gegeven dat mensen zich verzetten tegen een cultuur waarin de verschillen in inkomen zo enorm kunnen zijn. En dan precies op het moment dat er een crisis bestaat. Ja. Waar iedereen zijn steentje aan bij moet dragen. U knikt ook. U sympathiseert ook maar dan vanuit de luie bank? Of, Nee, niet direct. We hebben er allemaal mee te maken uiteraard. Want kijk of het nou onze spaarrekening is of onze hypotheek is. Of de restwaarde van onze woning. Dus dat is iets wat ons allemaal aangaat. En nu ga je een stem van het volk horen die het gewoon niet meer pikt op deze manier. En ik kan er wel begrip voor opbrengen, Je ziet dus inderdaad, dat is hoe men in Nederland er op dit moment mee omgaat. Hè. Dus er is de beweging is zelf breed gedragen onder de Nederlandse bevolking. Er is veel sympathie voor die beweging. Maar er zijn heel weinig mensen die daadwerkelijk gaan demonstreren. Maar dat betekent dus niet dat die beweging niet meer steun heeft en meer draagvlak onder de Nederlandse bevolking. Want dat is wel degelijk zo. Er is een brede steun. Ja, wat willen ze? Wat willen ze, ze willen natuurlijk dat die uitwassen die we hebben gezien met de economische crisis, dat die gewoon worden aangepakt. En dat de gewone belastingbetaler niet de dupe is van wat de 1% heeft fout gedaan. Ja, en ik denk dat dan hebben we al die demonstraties op die pleinen gezien in de Arabische wereld. In Libië, Egypte, is dat hierdoor geïnspireerd? Het is uitdrukkelijk geïnspireerd door die beweging. Dus wat je zag op 14 juni is dat die adbusters, dat zijn degenen die het hebben boven het doopvond gehouden, al die mensen die waren uitdrukkelijk geïnspireerd door de bewegingen in Spanje en in Egypte. En wat ze hebben geleerd van Egypte is het volgende. Je moet centraal op een hele bekende plek gaan zitten en je moet daar blijven zitten en blijven kamperen. Dat is nieuw. En het verzet moet geweldloos zijn. Dus die dingen hebben ze expliciet meegenomen. En ze zijn ook naar Freedom Plaza gegaan. Ja. Dat is uiteraard heel symbolisch gekozen. Ja. Maar zo simpel is het. Je gaat zitten, je neemt je tent mee. Maar wij moeten dan door maandagochtend toch weer naar het werk, naar de studie, de kinderen naar school brengen. Ja. Geweldig. Dus de Nederlanders nemen een tent mee en gaan op maandagochtend weer weg en gaan werken. Geweldig. De Nederlandse vertaling van dit fenomeen in Amerika, en daar zie je het natuurlijk ook, de langdurig werklozen, die hebben gewoon tijd zet. Die blijven gewoon zitten. Ja. De jongeren met de studie hebben ze er ook heel veel. Dus absoluut. Wat dat betreft is dat potentieel natuurlijk veel groter. Dus, Want laten we eerlijk zijn. In Egypte hadden veel mensen natuurlijk niets te verliezen. In Amerika zijn mensen gewoon uit de middenklasse gevallen, hartstikke arm. Hebben wij het niet gewoon veel te goed om dit protest tot een succes te maken? Nou, veel te goed, dat is zwaar overdreven. Ik denk dat wij op prijs opstellen dat de verschillen die er bestaan, dat die gewoon niet zo extreem zijn zoals ze nu zijn. Wij verwachten eigenlijk van mensen die onfatsoenlijk veel verdienen, dat ze langzaam fatsoenlijk veel gaan verdienen. Ja. En dat is wel een verschil. Ja, en het gaat om de dreiging. Hè. Dus dat is het allerbelangrijkste. Als mensen het gevoel hebben dat het in de toekomst mogelijk wel slechter zou kunnen gaan. En dat is zeker aanwezig, het gevoel. Ja. Nou, dan is er nog veel mogelijk, hoor. Want het lijkt een beetje dat de gemeenschappelijke delen vooral is, we hebben allemaal iets te klagen, we zijn allemaal ontevreden. Ja, absoluut. Maar we willen weer allemaal andere dingen. Ja, we willen allemaal andere dingen, maar we willen wel allemaal een baan. We willen werkzekerheid. Ja. En we willen alvast niet dat die mensen die zo gezegd op kosten van de belastingbetaler van al die risico's zitten te nemen. Want we willen alvast niet dat die ontzettend veel verdienen, ontzettend veel bonussen krijgen en zo. Er is wel degelijk een gemeenschappelijke noemer. Nou, hebben we in 2008 een enorme crisis gehad. We hebben allerlei roepen vanuit de bevolking, vanuit de politiek gehad. Daar hebben de banken zich niet veel van aangetrokken. Nee. Dan staan ze nu ook niet echt te sidderen. Het is daadwerkelijk zo dat ik de kans heel laag inschat dat dit ook echt een system change zal zijn. Mm. Langs de andere kant. Hè. Politici zijn bang op dit moment. In Nederland bijvoorbeeld wordt de kiezer beschouwd als een zwerm bijen die de ene keer neerstrijkt bij de ene partij en zomaar weer kan opgeschikt worden en bij een andere partij gaan zitten. Je ziet dat al die partijen waanzinnig veel kunnen verliezen. Niemand is zeker van zijn electoraat. Het is voor politici belangrijk dat ze iets gaan doen. Dus ze zullen iets doen. Symbolic policy waarschijnlijk. Hè? Symbolisch, want het systeem kan ze niet veranderen. Korte termijn werk, helaas. Hè? Wellicht wel, wellicht wel. Maar ze moeten iets doen en ze zullen ook wel iets doen. Je ziet een partij als de SP die probeert die beweging al een beetje te kapen. Is dat voor zo'n beweging dan gunstig of niet gunstig als een partij, een politieke partij, daar zijn stempel op probeert te drukken? Eén partij is zeer nadelig. Zeker in een meerpartijenstelsel als Nederland. Met één partij kom je er niet. In Amerika is het natuurlijk anders. Hè? Dus je hebt een tweepartijenstelsel. Als één van de twee grote partijen je steunt, zou dit voordelig kunnen zijn. Maar op dit moment is het belangrijk dat de movement zich profileert als zijn een breed gedragen beweging die de 99%, de 99% vertegenwoordigt. En niet de SP-kiezer bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou, zijn dit oproepen die allemaal op sociale media, hè? Ook ik zei al in Nijmegen, Arnhem wordt ook al op Twitter, op Facebook wordt al overlegd van wat gaan we doen.
zullen we bij elkaar komen. Zo is het in Amsterdam en Den Haag ook gegaan. Zonder de oude media krijgen ze niet genoeg aandacht. Absoluut. En de oude media noem ik dan maar even dit wat wij hier doen. Ja. De tv, de krant, de radio. Ja. Want anders had u er misschien ook niet van gehoord. Jawel, jawel. Je hebt er natuurlijk mee te maken. Kijk, mijn eigen kinderen bijvoorbeeld die graag een huis willen kopen, maar op het ogenblik nu moeilijk een hypotheek kunnen krijgen. Nou, dat heeft daar ook mee te maken. Kan je zeggen van ja, is dat het directe effect van het verstrekken van hoge bonussen? Kan ik niet beoordelen. Ik ga het er niet over wat iemand moet verdienen. Maar op een gegeven moment gaat het wel buiten proporties lopen. En daar gaan we allemaal problemen mee krijgen. Want mijn kinderen kunnen geen hypotheek krijgen op het ogenblik. Ja. Waarom niet? Omdat de banken geen geld geven. En dat zit op slot. Dan denk je van ja, de bank heeft niet genoeg geld. Maar wel genoeg een bonus uitkeren. En ik denk dat we dat niet graag zien. Dat is natuurlijk het probleem. Nee, die bonussen die willen we allemaal zelf. Ja. Nou ja, goed, maar dat is een punt. Iedereen heeft datzelfde egoïsme. Daar moet je niet omheen draaien. Dus wat we zouden willen is dat er toch een dwingende regelgeving is die een grens stelt. Niet een herenakkoord, want dat is allemaal gekletst. Dat werkt niet. Nee. Dat weet dat iedereen. Dat hebben we nu al gezien. Hè? Dat moet duidelijk zijn. Dus er moet dwingend iets opgelegd worden. Vergelijk het maar met de staatsloterij die een hoofdprijs van 26 miljoen geeft. Een hoofdprijs van 1 miljoen is mooi. Ja. En die andere 25, die kun je ook verdelen. Ja. Nou, dat is de gedachte eigenlijk. Ja. Christof Jacobs, wat is er voor nodig om deze beweging in Nederland en misschien wel zelfs in Gelderland tot een succes te maken? Sowieso zullen we nog even moeten wachten tot het nog erger wordt. Als je succes wil hebben in Nederland. Het gaat hier inderdaad nog te goed. En verder is het belangrijk dat de oude media blijven steunen. En wat de beweging ook goed doet, is media-events creëren. Dus binnenkort is een vrijheidsfestival in november. Dat heb je ook gezien in Egypte bijvoorbeeld. Dan werd er een Day of Rage georganiseerd, een Day of Departure. Je moet telkens weer een event creëren waar de aandacht mee blijft behouden. Want als het nu gewoon een grote steekvlam is, dan is het snel afgelopen. Oké, nou, we zijn benieuwd of het ook in Gelderland doordringt. En ik zou zeggen, poets uw geweer op of hou uw hert binnen, want het jachtseizoen is gisteren weer begonnen. En normaal mogen jagers altijd maar op 5 diersoorten jagen in het jachtseizoen. Dan moet ik wel opleveren: wilde eenden, houtduif, fazanten, konijnen en hazen. Ja. Jager Rien van der Vlies van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging uit Epe. Ja. Het mag nu op 12. Wilde zwijnen, herten, reeën. Ja, u bent blij? Niet helemaal. Ah, je wel een beetje. Nou, een beetje wel, maar niet helemaal. Wij hebben ook niet, zeg maar, onze zin gekregen nu met zeg maar, de insteek op deze nieuwe wet natuur. Dus vergeet niet, de soorten die dan nu op de wildlijst zijn geplaatst, die werden eigenlijk ook altijd al beheerd. En dat blijft zo gewoon doorgaan. Ja, dan moeten we even uitleggen voor mensen die niets van jagen weten. Begrijp ik, ja. Het hele jaar door mogen mensen met een speciale vergunning, een ontheffing of een aanwijzing, mogen ze op wild jagen dat schade veroorzaakt. Ja. Overlast, landbouwgewassen of gevaar voor het verkeer. En dan krijgt u van de provincie een briefje. U mag dat gaan doen. Precies, een ontheffing. Daarnaast hebben we het jachtseizoen, wat dus gisteren is begonnen. 15 oktober. En dan mag u voor de lol. Op beestenjagen. Nee, daar wordt u altijd boos om, hè? Nee, ik word er niet boos om. Maar niet voor de lol. Wij mogen het wild benutten. Precies hetzelfde als een sportvisser een vis meeneemt die hij thuis opeten. Nou, die doet dat ook ter ontspanning, om maar even iets te noemen. Plezierjacht, hè? Maar ja, goed, plezierjacht, daar denken we wel wat anders over. Ja, meneer Van der Vlies denkt bij een plezierjacht aan een grote witte boot. Een grote witte boot met feestende mensen. Zo'n bonus ontvangen. Met een glas bier in hun handen. Inderdaad, ja, dat is een plezierjacht. Maar dan nog één, want we moeten dat meteen even duidelijk stellen. Jagers jagen om het wildbeheer, hè, om te zorgen dat we straks niet allemaal in Albert Heijn ook de wilde zwijnen hebben lopen. Precies. U doet het in het jachtseizoen ook als ontspanning. Wij doen het ook als ontspanning. Maar gewoon, u moet zich voorstellen dat een jager leeft daar ook wel een jaar lang naartoe, naar deze data. Hij weet wat er inmiddels in zijn veld is. Door middel van het wise use principe, zoals wij dat noemen. En ook het weidelijk jagen. Het verstand gebruiken, ja. Heel goed van u. Zeggen wij ook van nou, wij mogen daar een stukje van benutten. En daar gaan we niet met tranen zeg maar in onze ogen het veld in, beslist niet. Nee. Maar er zijn dagen bij. Niet dat als u zo'n mooi bruin reetje met van die grote ogen u aankijken. Ja, maar vanaf 15 oktober worden reeën bijvoorbeeld niet geschoten, om er even iets te noemen. Dat zijn de wildsoorten die u net opgenoemd hebben. Oké. Dus het zijn inderdaad dan de hazen die dan ook geschoten worden. Er worden er ook een behoorlijk wat van geschoten. Want we hebben een goede hazenstand in Nederland. Daar heeft de jager ook voor gezorgd. We leren op de opleiding bijvoorbeeld, als we 10 hazen hebben, dan zouden we er 4 van mogen oogsten.
En 6 mogen we er gewoon laten lopen. Want, oogsten, ja, is gewoon doodschieten dan? Nee. Oogsten is gewoon doodschieten dan op dat moment om ze op te eten. Ja. Ja. Wij lusten dat graag, we vinden dat, ja, lekker. Maar ook het kameraadschap in het veld, dat wordt vaak vergeten. We willen graag met gelijkgestemden ook in het veld zijn. En waarom gaat u dan niet voetballen? Dat heb ik ook gedaan vroeger. Ja. Maar ik vind zo'n uitdrukking als wij mogen het wild benutten, ja, vind ik wel iets om eens over om bij stil te staan. Ja, mogen wij het wild benutten? Eet u geen nette biefstuk? Ja, natuurlijk. Maar om het dan. Heeft meneer Van der Vlies dan voor u geschoten? Nou, dat weet ik niet. Het is theoretisch mogelijk. Maar ik vind het een interessante uitdrukking om bij stil te staan. Natuurlijk, als we vlees eten, benutten we het dier. Ja. Maar om, laten we zeggen, voor je genoegen, als het ware, op het dier te jagen. Maar, vindt u lastig? Ik vind dat wel lastig, ja. Zijn meer mensen die het lastig vinden? Want u bent natuurlijk altijd eeuwig in de discussie met milieuclubs en dierenpartijen. Ja. Staatssecretaris Bleker, u heeft Tijn mee politiek gezien. U heeft dus gezegd, ik wil een nieuwe wet natuur in plaats van de oude flora- en faunawet. Ja. En daar wil ik een verruiming van de jachtmogelijkheden. Mm-hmm. We hebben Nico Kofferman van de Partij van de Dieren even een reactie op dat voorstel gevraagd. Heel slecht, ondoordacht en buitengewoon brutaal plan van met name het CDA, met name Henk Bleker. Er is in Nederland alleen maar beheersjacht toegestaan. Dus dat betekent als er een onafhankelijke deskundige naar kijkt, dus, nou ja, er zijn er nu te veel. Nu mogen er zoveel afgeschoten worden. En de jacht, dus de plezierjacht, was beperkt tot 5 soorten. En de gedachte was eigenlijk eerder dat je die 5 soorten ook zou af moeten inperken, dan dat je dat zou moeten uitbreiden. Het CDA denkt aan de hand van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Jongens, we zien onze kans schoon. Mensen hebben het veel te druk met allerlei andere bezonjes, met de crisis. Dus wie zal er nu zich druk maken om de dieren en om de jacht? We gaan het gewoon doen. Ja, Nico Kofferman van de Partij voor de Dieren. Hij zegt het al, het is crisis. Mensen hadden het er net uitgehaald over. Mensen hebben wel wat anders aan hun hoofd. En de Koninklijke Jagersvereniging heeft heel goed gelobbyd in Den Haag. En nu lekker die verruiming en doorgekregen. Is het zo gegaan? Nou, zo is het niet gegaan. Het is gewoon naar aanleiding, de nieuwe wet natuur waar we er nu over praten, is eigenlijk naar aanleiding van een evaluatie van de flora- en faunawet, maar ook van de natuurbeschermingswet en de boswet. En de bedoeling was, dat is gewoon afspraak geweest al in het vorige kabinet, niet in dit kabinet, maar het vorige kabinet, dat we zouden komen tot één wetgeving. En dat is om het simpeler. Om het simpeler, eenvoudiger, minder regels, meer aansluiting bij Europa te krijgen, hebben we gezegd van nou oké, er komt een nieuwe wet. En inderdaad, dan moeten wij ook voor lobbyen om natuurlijk ons stukje jachtbeheer en schadebestrijding. Ja, is het leuker als je op meer dieren mag schieten? Nou, leuker is dat niet. Het is alleen voor de jageren, zeg maar, interessanter. Leuker maakt niet zoveel uit. Want we hebben een landelijke vrijstellingslijst waar heel wat soorten op staan. Dus ook buiten het jachtseizoen mogen wij de schade, zeg maar, voorkomen om bijvoorbeeld vossen, kraaien en kouwen te schieten. Of Canadese ganzen, nijlganzen, die weer als exoten bestemd worden. Dus ja, we dragen ook wel bij tot, tot meer biodiversiteit in ons optreden. Nou, nu zo'n boekje bij je in het veld dat je kunt zien. Nou, dat je herkent waar je op gaat. Nou, het is goed dat u dat zegt, want de opleidingen beginnen dadelijk weer in november bij ons. De jachtopleiding. Ja, dat is een Nederlands erkend staatsexamen waar we dan over praten. En dan ieder jaar komen er bijna, mind you, bijna 1000 jagers bij. Er is heel veel vraag naar. In heel Nederland worden de cursussen gegeven. Men kan zich nu nog steeds opgeven daarvoor bij de Stichting Jachtopleiding in Nederland. En dat betekent dat we een gedegen opleiding krijgen qua theorie, maar ook qua praktijk. Dus je leert heel veel soorten herkennen. Je leert ze aanspreken, zoals wij dat noemen. Want voordat je erop mag schieten, is het een krakeend of een slopeend. Nee, er mag niet op geschoten worden. Het is een wilde eend. Daar mag het wel op geschoten worden. Dat lijkt me een hele klus. Inderdaad. En dan leer je dus ook werken met dit soort dingen. Wat is dit? Dat is een lokker, zoals wij dat noemen. Dat is een lokker voor houtduiven. En die komt dan in een lokstal te staan voor een jager. U zet hem ergens op een stokje? Ik kom op een stokje met een veertje erin en dat waait een beetje. En als de duiven overkomen, dan krijg je ze mooi binnenschot. Omdat we met een hagelgeweer eigenlijk maximaal 40 meter weidelijk kunnen schieten. En wat is dit? Dat is een eendenlokfluit. Dat is om de eend dichtbij te krijgen. Mooi geluid. Ik zal onmiddellijk denken, ik neem brood mee met de kinderen. Precies, ja. U zal er geen verschil in horen tussen een echte eend en een lokker in deze. Nou, is dus die lijst met soorten uitgebreid, van 5 naar 12. Dat moet nog, hij moet naar de Tweede Kamer, dus de consultatieronde. Ja.
U vindt het nog niet ver genoeg gaan. Nee. 40 soorten zou beter zijn. Ja, oude jachtwet eigenlijk het liefst terug. Daar zijn we gewoon waarom? Heel eerlijk in. Nou, waarom? We hadden helemaal niet zoveel overlast waar we nu mee te maken hebben. De overlast van wilde zwijnen, de schades die we inmiddels hebben. De overlast van ganzen, overlast van vossen waar we niet adequaat tegen op kunnen treden. Je ziet het eigenlijk alleen maar toenemen in ons kleine Nederlandje. En ja, onder de oude jachtwet hadden we dat eigenlijk allemaal niet. Nee. Dus al die schades die we nu uit moeten keren, en het is inmiddels opgelopen tot zo'n 26 miljoen euro. Ja, dat is veel. En je ziet nu ook dat meneer Bleken dat op de wildlijst heeft gestaan. Goed plan, toch? Meneer Jacobs? Ja, ik ben geen kenner van dit soort zaken, dus ik ga mij hier volledig inhouden. Niet. Wat ik wel interessant vind, is de vraag, zijn jullie nu blij met heer Bleker als staatssecretaris of niet? Wat heet blij? Meneer Bleker is staatssecretaris, in dit geval voor het kabinet Rutte uiteraard. Maar meneer Bleker zit daar niet om de jagersbelangen te verdedigen. Maar hij is wel zelf opgegroeid met jagen. Zijn zoon jaagt bijvoorbeeld, het is een buitenmens. Hij draagt de jacht een warm hart toe, kunnen we stellen. Dat klopt, en hij vond paarden, maar hij zit daar wel voor de complete Nederlandse bevolking. En ik vind een buitenbewering, maar goed, even nog één puntje. U zei net die schadevergoedingen. Moet u nou als jager, maakt u een afspraak voor een stuk grond wat u beheert? Ja. Bent u dan ook verantwoordelijk en moet ook betalen als de boer toch schade oploopt? Te lange lessen wel, om het maar zo te noemen. Dat zijn nog dingen die goed uitgekristalliseerd moeten worden in de nieuwe wet natuur. Maar nu betaalt de provincie nog in principe? Nee, het faunafonds. Ja, en dan met name de soorten die op de wildlijst staan. Die komen in aanmerking voor uitkering van schade aan boeren. Boeren willen oogsten, boeren willen geen schadevergoedingen hebben. Dus laat dat duidelijk zijn. Ja. Maar wat is nu de reden dat u zegt, ik vind deze wet nog niet ver genoeg zijn. Ik wil dat er nog meer soorten komen. U zegt, we zien de schade toenemen. Ja. Is dat de enige reden? Nou ja, wij als jagers hebben niet direct onze lobby openstaan voor die schades. Hè. Dan denk ik ook aan de land- en tuinbouworganisaties in Nederland. Die zullen zich daar hard voor moeten maken. Wij zijn gewoon een schakeltje om die schade te kunnen bestrijden. Maar als we meer aansluiting hadden gekregen bij Europa, dat betekende dat we de Europese vogelhabitatrichtlijn die lijst hadden gevolgd. En dat betekent ook dat er meer soorten jachtdruk kunnen hebben. Om zo te Moet dus je ook niet gewoon zeggen dat jullie graag willen schieten op meer soorten? Is dat niet eerlijk? Of overdrijf ik dat? Nee, niet meer. Kijk, het heeft altijd te maken met open en gesloten tijden. Dus dat betekent dat bij wijze van spreken, ik praat dan nu even over het haas. Het haas is maar heel kort bejaagbaar. Iedereen die denkt van een haas mag je het hele jaar door, mag je die schieten? Nee, helemaal niet. We zijn meer bezig om een goede biotoop voor die haas te krijgen. Daar zijn we een heel jaar mee bezig. En vanaf 15 oktober tot en met 31 december mogen wij de haas schieten. Ja. En dat doen we dan door middel van dat betekent ook dat als je dat aantal soorten dat je mag bejagen en uitbreidt, dan doe je dat om op andere momenten ook iets te schieten te hebben? Of zeg ik dat verkeerd? Nou, dat doe je bij wijze van spreken om zeg maar meer ten dienste te zijn, ook in het kader van schadebestrijding. En is het dan een preemptive strike? Of is het een preemptive strike waarbij je preventief gaat onder andere, onder andere, ja. Want als het bijvoorbeeld voor de houtduiven, die staan dan ook op de landelijke vrijstellingslijst, nu nog. Dat moeten we dadelijk ook nog maar zien hoe dat afloopt in de nieuwe wet natuur. Maar houtduiven, als die in een bepaald werkgebied van een wildbeheerseenheid een schade gaat veroorzaken, wat je kan verwachten dat er heel veel duiven zijn geteld, want wij tellen ook al het wild ieder jaar. Als er heel veel zijn geteld, dan mag je in ieder geval vooraf al optreden om de houtduif zeg maar te decimeren, om in ieder geval de schades zo klein mogelijk te houden. Oké, nou, van het einde van de houtduif naar het einde van de mens. Tom Vink, filosoof en consulent bij Stichting De Einder in Velp, waar je terecht kunt als je een einde aan je leven wilt maken. Nou, dat is erg kort door de bocht, maar vooruit. Even om het uit te leggen. 20 jaar geleden, misschien zegt de term van de pil van Drion u nog wel iets. 20 jaar geleden kwam Huib Drion, een Nederlandse rechtsgeleerde, met een hypothetische pil die je zou kunnen gebruiken als je het leven niet meer ziet zitten, als je hoogbejaard bent en zelf het heft in handen wilt nemen om een einde aan je leven te maken. Bestaat die pil van Drion inmiddels? Nee, die bestaat niet als een individuele pil. Je kunt hem wel zelf samenstellen als je weet welke ingrediënten je daarvoor nodig hebt. En u weet dat? Nou, dat weet ik. Dat is ook terug te vinden in het boek dat Boudewijn Chabot en Stella Braam hebben geschreven. Uitweg heet het boek.
Daar wordt aangegeven welke combinatie van medicijnen samen zo'n pil van Drion. En dan ga ik naar de apotheek of moet ik dan eerst een recept van mijn huisarts hebben? Nee, hier gaat meteen een heleboel dingen door elkaar, zeg maar. Als je hem zelf componeert, ja, dan doe je dat ook op eigen initiatief. En onderneem je ook zelf de stappen om de middelen in huis te krijgen en die pil samen te stellen. Iets heel anders is, als je binnen de termen van de huidige euthanasiewet je arts om euthanasie of hulp bij zelfdoding vraagt. En dan kan die arts dus via de apotheek dat bewuste drankje en die middelen halen. Ja, dat is eigenlijk wat Huib de Gion juist niet wilde, afhankelijk zijn van de arts. Laten we even kijken wat hij zei tegen Adriaan van Dis bijna 20 jaar geleden over als je dan bij de dokter komt. Ik vraag het aan die dokter en die dokter zegt, nou, ik vind je een beetje depressief. Ja. Zo, dat gaat je niks aan zeggen. Ik heb nu op een leeftijd dat ik het zelf kan beslissen. Ja. En ik krijg dat van jou, hè. Ik hoop dat het gesprek wat aangenamer zou lopen, maar ik bedoel, dit is de gist of it. Ja, goed. Nou, ik denk dat ik dan wel als recept wat meteen naar de apotheker zou lopen, stel ik me voor, en die pillen zou nemen. En dat leg ik naast me. En dan is er een hele grote kans dat ik ze nooit zou gebruiken. Ik heb een goed idee dat als die mogelijkheid was van pillen om te hebben voor oude mensen, dat in het grootste deel van de gevallen de pillen nooit gebruikt zou worden. Dat zelfs misschien mensen, die oude mensen die nu in wanhoop zich van het dak gooien, als ze die pil hadden, dat niet zouden kunnen doen, omdat ze het zouden weten. Niet alleen niet van dak gooien, maar ze ook niet het einde aan het leven zou maken. Nee. Maar ze wisten dat ze altijd zouden kunnen doen. Ja, Huib de Gion zelf dus. Dat is wel een mooi gegeven wat hij daar aan het eind zegt. Hij stelt, als je die verzekering hebt van je hebt zo'n pil in huis, dan ben je eigenlijk veel rustiger en spring je misschien niet meer zo snel van dat dak. Ja, nou, dat van het dak springen is überhaupt een erg slecht idee uiteraard. Maar dat is zijn punt uiteraard, is om het mogelijk te maken dat mensen vanaf een bepaalde leeftijd de beschikking hebben over die bewuste pil die naar hem vernoemd is. En hij gaat ervan uit, en ik denk dat dat terecht is, dat dat voor veel mensen een geruststelling geeft. En dat betekent heel vaak dat ze die pil waarschijnlijk helemaal niet zullen gebruiken. Nee. En dat geldt dus ook voor die combinatie waar ik dus als consulent en samen met mijn collega's mee te maken. Want mensen weten wat ze hebben moeten en ze hebben dat verzameld. Maken ze daar een keurig pakje van. Dat blijft jaren goed. Dat ligt ergens in de linnenkast. En misschien als zij later gewoon zijn overleden, dan komt de familie bij het opruimen dat pakje tegen. En die denken, goh, wat is dat nou toch? Wat voor geruststelling. Mensen zijn dat die bij u komen? Nou, dat is natuurlijk een heel divers. Om te beginnen zijn het allemaal individuen. Dat moet je heel goed in de gaten houden. Het zijn mensen die heel bewust over hun levenseinde nadenken. Dat kan natuurlijk een concrete aanleiding zijn. Ze kunnen een slecht nieuwsgesprek met hun arts hebben gehad. Maar weinig vertrouwen hebben in de mogelijkheid om een gehonoreerd euthanasieverzoek te krijgen. De ongeneeslijk zieken? Ja. Ik denk dat dat in Nederland eigenlijk steeds minder nodig is en dat de artsen daar heel goed mee om kunnen gaan. Er zijn ook veel mensen die in een veel vroeger stadium vooruitkijken en zeggen, luister, ik ben iemand die op zo'n manier in het leven staat dat daarbij past dat hij ook zoveel mogelijk, als dat een mens gegeven is, greep op zijn levenseinde heeft. Ik wil met andere woorden die middelen in huis hebben. Ik leg ze weg. De kans dat ik ze gebruik is niet zo groot. Maar ik voel mij er prettig bij om te weten dat als zich omstandigheden voordoen, ik er gebruik van kan maken. Hoeveel mensen ziet u per jaar? Nou ja, dat kun je afronden op zeg maar 100 cliënten per jaar. En hoeveel daarvan zijn het jaar erop ook overleden, omdat ze zelf Wij proberen daarvan goede cijfertjes bij te houden om ons te verantwoorden. En je kunt globaal zeggen dat van de 100 personen er 10 tot 15 feitelijk het leven beëindigen. En 80 tot 85 die blijven gewoon rustig verder leven. Ja. Maar dat zijn dus niet mensen die, laten we zeggen, in acute psychische nood zitten. Die in een zware depressie, het helemaal niet meer. De mensen die misschien voor de trein springen of andere. Nee, het zou natuurlijk toch belangrijk zijn dat je dat laatste toch kunt voorkomen. En de beste manier om te voorkomen dat mensen voor de trein springen is te zorgen dat er met die mensen gepraat wordt. Dat die mensen het vertrouwen hebben dat ze ergens naar iemand heen gaan waar ze kunnen praten over wat hun zo dwars zit. Iedereen die in die preventiezorg zit, die zal bevestigen dat het belangrijkste is dat je iemand net even aan de praat krijgt. En dat heeft een enorm preventief effect. Ja, maar als ik dan bij u kom en ik zeg, nou, ik ben er helemaal klaar mee, ik zit niet meer zitten, ik wil zorgen dat ik zelf
over een paar maanden eruit te stappen. Ja. Wat doet u? Hoe gaat dat dan? Nou ja, heel concreet. Stel, u belt mij op. Ik zal even met u informeren wat u al weet. Of u het boek van Boudewijn Chabot bijvoorbeeld al kent. Als u dat niet kent, dan zou ik u adviseren om dat eerst aan te schaffen en eens te lezen. Om u te oriënteren op wat de mogelijkheden zijn en welke mogelijkheden u zelf vindt dat bij u past. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Daarna zou ik u vragen dan eens om terug te bellen als u dat nog wilt. Dan zouden we een afspraak maken voor 2-3 weken later. En dan zouden we samen die hele zaak doorspreken en uw vragen beantwoorden die dat boek en de informatie opleveren. En helpt u mij dan ook om mezelf van kant te maken? Nee. Maar dat zult u misschien ook niet zo bedoelen. Je moet dat hele idee van dat helpen in de zin van dat ik dan zeg, nou kom maar, nou gaan we het samen doen. Ja, pilletje hier, pilletje daar. Ja, moet u helemaal overboord zetten. Zelfbeschikking betekent iets dat je ook zelf doet. Ja. U moet daarbij niet op een ander gaan leunen. Wat wij wel hebben, is hele goede en betrouwbare informatie. Het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat als u zo'n stap zet, dat u ook weet dat u het zo goed mogelijk doet. Ja. Als ik nou naar de psychiater of psycholoog was gegaan, dan had die psychiater of psycholoog probeert met alle therapie mij te weerhouden van dat idee. Doet u dat ook? Nee, dat wil zeggen. Ik vertaal dat altijd naar het Chinese wu-wei. Het doen door niet te doen. Wij doen aan preventie door niet aan preventie te doen. De psychiater die doet aan preventie door expliciet aan preventie te doen. Dat werkt bij veel mensen, maar het werkt ook bij een heleboel mensen niet. U doet eigenlijk... En wat wij doen is zorgen dat die openheid er is, dat de mogelijkheid van het gesprek er is, zodat iemand die zich ergens afgewezen voelt, toch het gevoel heeft dat hij ergens in volstrekte openheid alles ter sprake kan brengen waar die mee zit. Goed dat dat er is, meneer Jacobs. Ongetwijfeld heel interessant. Ik vroeg mij ook af, zien jullie dan ook dat jullie als het ware die groep mensen krijgen die naar de psychiater zijn geweest en zich daar slecht behandeld voelen of zo? Of is het duidelijk... Dat komt zeker voor. Dat is natuurlijk het wonderlijke fenomeen is dat mensen die naar een psychiater gaan, voordat ze naar de psychiater heen gaan, zich eerst even moeten voornemen waar ze het niet over zullen gaan hebben. Dat is natuurlijk curieus. Want datgene wat hun het meest dwars zit, dat verlangen naar de dood, daar mogen ze het in de psychiatrische behandeling niet over hebben. Want dan zouden ze het risico lopen om een gedwongen opname bijvoorbeeld aan hun broek te krijgen. Dat is natuurlijk bizar eigenlijk. Het is ook innerlijk tegenstrijdig wat er daar gebeurt. Dus het is heel belangrijk dat ook psychiaters bereid zijn om dit in een open gesprek te behandelen. Te maken, ja. En die mensen waar dat niet kan, hè, dat is waar jij naar verwijst, die komen ook wel bij ons. Want ja, goed, die moeten dat verhaal kwijt kunnen. Meneer Vink, als we nu terugkijken, 20 jaar is het geleden dat Huib Drion met die pil van Drion kwam. Is zijn droom dat je zelf kunt beschikken over je leeftijd nou eigenlijk uitgekomen? Nou, het is niet uitgekomen in de zin van dat er nu ergens die pil is. Het is wel uitgekomen, en ik denk dat ik rustig kan zeggen dat de einder daarin een belangrijke rol heeft gespeeld. Het is wel uitgekomen voor zover iemand die zich bij ons meldt, de informatie kan krijgen die hem of haar in staat stelt om zelf die pil als het ware te componeren, zelf samen te stellen. En heel eerlijk gezegd vind ik dat als het om zelfbeschikking gaat ook eigenlijk de juiste route. Want anders ga je iemand anders daarmee belasten. En het is een buitengewoon serieuze vraag die je bij iemand neerlegt. Dat maakt euthanasie voor een arts, en dat is natuurlijk een ander hoofdstuk, maar dat maakt euthanasie voor een arts vaak zo zwaar. Want je gaat wel bij iemand vragen, meneer, wilt u mij doodmaken? Dat is geen geringe vraag. Nee. Bij u kunnen we terecht met die vraag. Zou u dat doen? Nog even kort, meneer Van der Vlies? Als nou ja, heel niet met die vraag. Nee, niet kunt u me doodmaken, maar kunt u mij begeleiden? Zou u zoiets doen? Nou, ik ben liever op zoek naar een pil die mijn leven zou verlengen dan verkorten. Dus ik ben meer de man van het leven dan van deze pil. Ja. Ja. Oké, okay, we gaan allemaal dood. We gaan allemaal dood, uiteindelijk. Of we nou zelf doen of niet. We gaan allemaal met de neus omhoog. Ja, allemaal met de neus omhoog. Dank u wel allemaal voor uw komst hier naar de studio in Arnhem. Dit was In Gelderland Live. Volgende week zondag zijn we er weer. Bedankt voor het kijken en een fijne dag. Dank jullie wel. Als ik naar mijn lichaam luister, ligt de hele dag op bed, doe ik niks. Maar ja, daar schiet je ook niks mee om. Word je alleen maar depressiever van, denk ik dan. Kijk dan! Kijk dan! Jeetje! Oh! Ja, je bent gewoon echt een Feyenoorder. Ja, dat is nog steeds en dat blijft. En dat,
Maar in de Graafschap ga je daar ook wel eens heen? Of is ja, als Feyenoord te spelen, dan ben ik bij de Graafschap, ja. Spreekt u altijd de waarheid? Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee. Ja, nee.